Fakka, Frodo-volgers, en welkom bij een nieuwe podcast. Zo, ik hoef helemaal niks meer zelf te doen. Hallo iedereen en welkom bij deze gloednieuwe podcast. We beginnen meteen met het nieuwe segment van de podcast. Ik heb het hier helemaal laten inpakken door de persoon, dus jij krijgt alvast de pen. Ik heb het helemaal laten inpakken daar bij de winkel waar ik het gekocht heb. Dus nu moet ik het helemaal als een monster gaan uitpakken. Ik heb hier het super vrolijke Frozen vriendenboekje. Die we aan het begin van de podcast samen gaan invullen voor jou. Oh yo, dat, dankjewel. Dit wordt het vriendenboekje van de podcast. Dus alle gasten die langskomen mogen allemaal hun schrijven in het vriendenboekje. Ik heb ook echt iets gekozen wat precies past bij mijn leeftijd. Echt ja, weer, dat is wel echt typerend voor jou. Echt, ik kwam er aan in die winkel en ik zit zo te kijken, is er iets wat gewoon een beetje bij mijn leeftijd past? Nou, spoiler, nee. Dus nu hebben we hier, dus dan mag jij de eerste pagina, ik kan hem wel schrijven, dan ga ik jou de vragen stellen. Oké. Okay. Jouw naam is? Thijs, met een H. Thijs, met een H. Wel bekend van de Schotland vlog. Ik zal je adres en telefoonnummer even niet vragen, dat, je bent jarig op. 27 juni. 27 juni. En hoe oud ben je? Ik ben nu 16, dus ik ben geboren in 2003. 16. Ja, je sterrenbeeld is? Weet je je sterrenbeeld niet? Nee. Hoe lees je anders die hologrammen? Of hoe heet dat? Je hebt, in die krant heb je altijd die dingen. Als je dan een sterrenbeeld hebt en dan ook voorspellingen van. Oké, laat maar. Ik heb hoeveel broers en hoeveel zussen? Ik heb 1 zus. Ik heb 1 zus. Mijn huisdieren? 2 katten. 2 katten? Ja. 2 katten. Mijn hobby's? Mijn hobby's zijn voetbal. Ik game ook veel. Nou, nu niet meer eigenlijk. Ik gamede heel veel. Voetbal en gamen? Eigenlijk wel, hè? Dat is wel vrij standaard. Ja, dat is wel een beetje wat de meeste jongens hebben. Het is dat je nog de eerste bent. Maar anders dan zou het er vast al wel vaker in staan. Mijn lievelingsvak op school? Bedrijfseconomie. Bedrijfseconomie? Wie heeft bedrijfseconomie als lievelingsvak? Ik sta er een 9 voor gemiddeld. Bedrijfseconomie. Ik eet graag. Alles met een P. Pastinaak. Heerlijk. Oh, ik heb daar een hekel aan hoor. Nee, ik bedoel pizza, patat. Wat nog meer? Dat zeg ik met pizza, patat. Poffertjes, pannenkoeken. Dat is allemaal lekker. Alles met een P. Dit lust ik echt niet. Ik lust eigenlijk wel alles. Nee. Ja. Nee. Ik lust vrijwel alles. Noem maar iets op. Ik lust het. Oesters? Ja, ik heb het gegeten. Mosselen? Ja, heel slakken? Lekker. Slakken? Ik heb het nog nooit geprobeerd, maar ik denk dat, het wel, dat ik dat wel kan eten. Sprinkhanen? Ja, lekker. Sprouts, die proeven naar koekjes. Krokodil? Waar wil je dat eten? Keiman, dat is Midden-Oosten. Ja, maar waar wil je dat eten? Ja, in het Midden-Oosten, ja. Oké. Okay. En dan het laatste, het is echt het allersmerigste, sushi? Dat is verrukkelijk. Dat is echt heel vies. Wat vind je er vies aan? Ja, wat is er wel lekker aan? Je eet rauwe vis. Ja, maar dan... Ik krijg jullie allemaal vijand in mijn kijkers. Dus ik zeg niet dat ik dit moet doen eigenlijk. Mijn favoriete kleur is? Blauw, want ik ben een jongen natuurlijk, hè? Ja. Ja, ja. Mijn favoriete kleur is... Nee, dat is niet mijn aflevering. Op tv kijk ik altijd naar. Ik kijk eigenlijk niet zoveel tv, maar als ik kijk zit ik meestal met mijn ouders om 8 uur. Maar dat is de laatste tijd niet zoveel. Dus meestal gewoon het nieuws. Het nieuws? Dus kijk niet zoveel anders. Ja, precies, precies. Ja, ik ook van er thumbnails en titels uit te halen en dat soort dingen. Dat kan toch het allerbest met het nieuws. Ook mensen in witte pakjes die je daar dan even snel uitskipt voor je thumbnail en dat soort dingen. Ja. Mijn lievelingsartiest muziek is? Mijn lievelingsartiest muziek? Sowieso is dat... Dat weet ik eigenlijk niet. Waar luister je naar? Gewoon, ja, vrij standaard. Gewoon een beetje, kijk wat top Nederlander, kijk gewoon wat ik daar leuk aan vind. Maar, een beetje Marco Borsato? Ja, soms ook, maar ja, wel een beetje, ja, daar. Oké. Mijn favoriete boek is? De Belofte van Pisa. De Belofte van...
verbeterd. Nee, eigenlijk. Nou, het gaat hier niet. Maar de schrijver, die. Dat was Bert Wagendorp. Die heeft het boek De Ventoux geschreven. De Ventoux, hoe schrijf je dat? Gewoon de berg, Ventoux, ken je die? Nee? Gewoon Ven. De. Ventoux, in het Frans. Ventoux. V-E-N-T-O-U. Ja, met een X op het laatst. En wat vind je daar zo mooi aan? Nou, gewoon de relatie met vrienden. Dat was, gaat over een boek met vier vrienden. En ja, die heb ik gelezen. Er was ook laatst een vervolg en die heb ik daarna gelezen. Het was een van de weinige boeken die ik die mij echt aan het lezen bracht. En dat ik echt zin had om te lezen. Ja, ja, precies. De leukste film, vind ik. Frozen. Frozen, ja, tuurlijk. Ben je voor naar Frozen 2 geweest? Ja. Met wie? Ik heb hem volgens mij... Ja, nee, ik heb met mijn zusje en mijn moeder gekeken. Oh, wat leuk. Ja, 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 ja. Frozen 2 of Frozen? Frozen 1 vond ik toch wel wat leuker. Ja, die vond ik ook wel leuker, inderdaad. Later word ik basisschoolleraar. Ja, Pablo. Ja, 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 ja. Pablo. Wij zijn vrienden, omdat... Nou, wij zijn vrienden geworden in Schotland. Ja, zeker. Maar waarom wij vrienden zijn... Ja. Waarom zijn wij vrienden? Waarom zijn wij vrienden? Moeilijke vraag eigenlijk. Weet jij het antwoord erop? Nee. Ik ook niet. Jawel, jij zal het wel weten, toch? Wij zijn vrienden omdat... Ik voel me heel erg ontgoocheld op dit moment. Nee, wat moet ik hierop antwoorden? Geen nee, je weet toch wel? Wat jij heel altijd heel erg spontaan bent. Ah, oh, dat is aardig. Toch? Ja. Gewoon, je bent jezelf. Mm-hmm. En verder, vandaag hebben we wiskundedag gehad. Dat was allemaal... Zieldodend. Zieldodend. Het was wel Valentijnsdag, dus het was ook leuk. Ja, ik heb hem gekregen. Maar ik weet niet van wie. Oh, dan kan je nu meteen een oproep doen aan alle kijkers. Zo, ik, jij zei dat je wel mee zou willen doen met de podcast. En ja. Jij zou graag willen praten over het schoolsysteem op dit moment. Ja. Waarom? Waarom? Omdat ik niet het nut zie waar op dit moment het schoolsysteem voor is, zeg maar. Gewoon voor de leerlingen, voor het algemeen. Ik snap niet waarop die gebaseerd is. Want, leg eens uit. Nou, het is nu zeg maar gewoon, leerlingen worden in een klaslokaal gezet, worden gedwongen informatie op te nemen en ik snap niet waar dat nodig voor is. Waar is school voor? Weet jij het duidelijk nou, naar je studie te gaan, te kunnen. Ja, en daarna, naar je studie. Wat wil je daarna? Ja, naar je studie. Ga je natuurlijk werken, dus je begint meer, je zit op school om heel veel verschillende dingen te leren van misschien vind je dit leuk, misschien vind je dit leuk. En uiteindelijk... krijg je te horen van, nou, dit past het meest bij jou en hier kan je misschien wel je werk later in vinden, toch? Ja, maar school stimuleert nou, ik heb nou niet echt het idee dat school stimuleert in wat ik later zelf moet doen. Dat wordt gewoon, dat moet jij gewoon zelf kiezen volgens mij. En dat als ik daar de hele tijd op van tot 4 uur op school zit en daarna moet ik huiswerk maken, heb ik geen tijd om na te denken wat ik later wil doen. Maar jij zegt wel, ik wil basisschoolleraar worden. Vind je het systeem op de basisschool dan wel goed? Nou, ik vind het daar... leuk, niet, ik vind het daar niet, ik vond het daar leuk, maar ik vind het daar niet, ook niet perfect, zeker, dat moet ook wel iets verandering vinden, maar ik vind het gewoon leuk om met kinderen te werken, daarom wil ik dat doen, het PABO, maar het systeem daar is ook niet perfect, daar kunnen ze ook veel, veel meer doen, veel beter. En dus de reden dat je de PABO wil gaan doen, is omdat je het schoolsysteem wil veranderen daar? Niet per se, maar als ik daar... Als ik het schoolsysteem daar kan veranderen in een manier waarop het beter is voor de kinderen, doe ik dat natuurlijk graag. Heb je een idee hoe het schoolsysteem, middelbare school en basisschool verbeterd zou kunnen worden? Ik denk dat ze veel beter geleerd kunnen, veel de nuttigere dingen die je sowieso ook moet doen, dat die veel beter, hoe zeg je dat? Gewoon geleerd aangeleerd kunnen worden bij die kinderen, zoals... Je, op de basisschool zou je misschien beter voor kunnen bereid kunnen worden op gewoon ook het ritme later gewoon dingen ook op middelbare school. Ik word bijvoorbeeld ook helemaal niet voorbereid, werd ik helemaal niet voorbereid op mijn middelbare school, gewoon hoe dat daar ging. Ja, dat heb ik ook wel, ja. Engels en zo, dat heb ik nooit gehad voor middelbare school. En toen begon het opeens, ja, ga maar eens een woordje toetsen doen. En ik zo,
Oké, ja, nou, mooi. Ja, op zich, in dat, daar ben ik het volledig mee eens. Weet je, toen ik van de basisschool afging, was het ook echt wel flink zo dat ik op de middelbare school kwam. Ik vond de brugklas vond ik heel leuk, maar ik kwam daar zo aan en ik dacht van, ja, wat wordt er nu van mij verwacht? Ik kreeg gewoon boeken en dan zeiden ze van, nou ja, de volgende toets die gaat over dit hele boek. Succes! En ik pak dat boek, ga wat lezen en uiteindelijk heb ik de toets. En dan denk ik van, nou, nu kan ik het. Bam, 4. En dan denk je van, nou, dan krijg je één keer dat cijfer terug. En dan is het, sinds je dat cijfer terugkrijgt, is het van, ja, nu gaan we aan iets nieuws beginnen. En je krijgt niet te horen wat je nou echt fout hebt gedaan. Je krijgt wel te horen van A moest B zijn. Maar niet, ja, te horen van, waar kan je verbeteren? Wat? Dat is ook gewoon, ja, gewoon beter. Ja, eigenlijk kan er echt heel veel veranderd worden. Ik weet niet wat, ja. Mm-hmm. En hoe zou je daar zelf mee beginnen? Wat zijn de dingen die in ieder geval weg moesten gaan uit het hedendaagse schoolsysteem? Nou, we hebben het nu over middelbaar of basisschool? Gewoon in het middelbaar denk ik dat dat iets. Ik denk zeker dat zeg maar gewoon er betere nadruk gelegd kan worden op ontwikkelen van talenten van kinderen. Dat ze daar veel meer tijd voor krijgen. Bijvoorbeeld, ik weet niet hoe jij iets met muziek of zo. Jij doet YouTube of zo, weet je. Mm-hmm. Daar zouden ze jou ook misschien beter in kunnen helpen. Het is nu meer gewoon, het wordt gezien als een kind is goed in taal of is goed in exacte vakken. Dat onderscheid wordt niet echt duidelijk gemaakt, heb ik het idee. Ja, maar vaak als je les krijgt ergens in, dan moet je natuurlijk wel les krijgen van iemand die daar iets beter is in dan jij. Die je echt iets kan leren. Maar als je elk kind individueel iets op zijn middelbare school zou moeten leren, dan heb je ook een hele hoop meer vakmensen nodig. Ja, dat is waar. Maar je zou wel aandacht aan kunnen geven, zeg maar gewoon tijd dat ze dat zelf kunnen ontwikkelen. Of gewoon überhaupt tijd om eraan te denken wat ze zelf willen doen. Gewoon meer daar aandacht aan geven. Want ik heb daar zelf, ja, ik moest aan het eind van het jaar moest ik opschrijven in mijn rapport, wat wil ik worden? Ja, dan schreef ik altijd gewoon op voetballen, weet je wel, gewoon heel standaard. Ja, maar, ja. Nou ja, dat is nou dan ook echt eigenlijk het enige wat ik. Nou, je hebt natuurlijk wel snuffelstages gedaan, maar de rest, dat is het enige wat ik als, gewoon een beetje als ontwikkeling voor wat ik later wil doen. Ja, inderdaad. Ik zit natuurlijk, jij bent na dit jaar klaar, hopelijk, toch? HAVO 5 doe ik nu, dus als het goed is zou ik klaar moeten zijn, dat komt wel goed, denk ik. Ja, ik doe zelf ook HAVO 5, maar ik ben nog van plan nog 2 jaar VWO te doen. Ja, en daarna PABO. Ja, ik weet het nou niet meer helemaal, want ondertussen hoe de overheid en zo de PABO op dit moment heeft gemaakt, trekt me niet meer heel erg aan. Omdat als ik de PABO, dan wil ik het ook graag doen op een manier hoe het gewoon goed zit en alles. En op dit moment merk je toch wel dat er een crisis zit in de PABO. Ja. En ik wil het liefst niet dat, ik wil echt die studie gewoon goed kunnen doen uiteindelijk. En niet dat ze zeggen, ja, we maken de studie wat makkelijker, zodat we meer mannen of meer mensen sowieso in de PABO hebben en zo. En daar ben ik op dit moment wel bang voor eigenlijk. Mm-hmm. En is dat ook de reden dat je nu nog VWO gaat doen om het een beetje af te wachten, zeg maar? Ja, VWO is een beetje uitstel van executie. Ik heb altijd gezegd, ik wil graag de PABO doen. Dus toen vond ik het ook heel grappig toen jij opeens zei dat jij dat graag zou willen doen. Ja, ik was er gewoon, ik had altijd in mijn achterhoofd vanaf groep 8 eigenlijk. Van ja, dit vond, was wel heel leuk, deze tijd eigenlijk. Vooral als je dan kijkt, zeg maar, dan zit je op de middelbare school. En dan bedenk je eigenlijk van, hoeveel tijd je eigenlijk had op het basisschool. Ja. Wat je eigenlijk, ik heb mijn tijd echt gespeeld. Ik heb eigenlijk de hele tijd Minecraft zitten spelen. Ja, als je het inderdaad hebt over ja. En dan nu, dan zit je bijvoorbeeld, zat je dan in de brugklas, dacht je, wow, ik moest zoveel doen. Maar eigenlijk had je gewoon van elk vak had je eventjes 2 sommetjes of zo wat je moest doen. Ja. En dan ga je nu naar HAVO 5, een toetsweek. Nou, dan heb je echt het gevoel, ik heb gewoon geen sociaal leven meer. Ja. Dat je gewoon hier tot van na school tot 8 uur zit ik te leren. Daarna ga ik slapen. Volgende dag weer leren. Ja, weet je. Dan denk je van, dan verlang je echt naar die tijd weer dat je. Ja, inderdaad. Maar dan vind ik het ook wel jammer dat in de tijd dat je de meeste tijd had, vrijdag om rond 12 uur vrij was en zo, dat je toen die tijd, en dat heb ik bij mezelf ook, dat ik echt dat gewoon verspild heb. Ik ging uiteindelijk van de basisschool met een lager opgegeven niveau dan het niveau waar ik uiteindelijk heb gedaan. Omdat ik natuurlijk op de basisschool minder werd uitgedaagd. Ja. Aan het eind van het jaar, je kreeg een rapport. En ja, wat je ook deed, of je nou dacht, nou, goed rapport. Of dat je dacht, nou, belachelijk rapport. Maar ja, het ging toch wel over. Je kon er niks meer aan doen, je ging toch wel over. Terwijl als ze echt iets meer hadden gezegd, nou, Arme,
probeer er nou eens beter in te worden. Misschien dat ik het dan een stuk serieuzer had genomen. Ja, dat is waar. Ik heb ook zelf, mijn tijd was eigenlijk op, ik weet niet, had jij een weektaak in de basisschool? Ja, weektaken wel. En ja. Vooral in 7 en 8. Ik had zeg maar gewoon een weektaak, daarop stond dit moet je deze week doen. Nou, wat ik dus eigenlijk gedaan heb, was altijd, oh, het is nu maandag, we kregen dan mijn nieuwe weektaak en vrijdag moest je het af hebben. Oh, nou, zoveel, nou, dat moet wel goed komen. Ging ik gewoon gelijk met Olivier, heet die, rende ik alweer achterroute, rende we naar de computers en daar gingen wij gewoon gamen. Toen was het donderdag, dacht ik, oh ja, shit, ik moet ook wat voor school doen. Dan dus donderdag was meestal de dag waarop ik wel wat deed. Vrijdag was ook van, ja, ik moet zoveel doen, maar het is zoveel, dus dat ga ik nooit meer afkrijgen. En dan nam ik het meestal mee naar huis. En dan zo was mijn week. En dan, meestal als ik thuis was, deed ik ook niks. Was het gewoon gelijk Minecraft opstarten. Ja. En daarop grinden. Ja, ik weet nog wel, toen ik op school had je topondernemers, had ik in 6, 7 en 8. Dat was een vak wat een beetje een samenraapsel was van geschiedenis, aardrijkskunde en al dat soort dingen. Dus je had daar een beetje vulkanisme in en geschiedenis over Napoleon en zo. En toen wist ik een keer, toen moest ik daarvan een verslag schrijven. En toen die dag zeiden mijn ouders van, nou, ga maar even hard daaraan werken. Even geen vriendjes uit school uitnodigen, maar gewoon echt aan de slag. Dus ik zei, ja, maar ik werk samen met hem. En zo, en toen zei hij, oké, prima, dan mag die ook komen. Maar dan ga je een uur lang werken aan die opdracht. Ik zei, een uur? Weet je niet hoe lang een uur is? Maar tegenwoordig, denk ik, op een gemiddelde vrijdagmiddag maak ik 4 uur huiswerk. Echt? Van toetsweek zeker. Nee, maar ook gewoon, als ik er nu niet zou zijn, het is nu vrijdag, zou je dan nu huiswerk aan maken zijn? Ja, dan probeer ik meestal mijn zaterdag vrij te krijgen. En wat doe je dan meestal op je zaterdag? Alsnog huiswerk, want dat is niet gelukt. En heb je, maar, oh ja, dat is wel veel. Ik doe meestal, van vrijdag werken. Dus ik doe meestal dan 2 uur huiswerk. En dan zaterdag probeer ik nog wat te doen. En dan zondag, ja, dat is echt een probleem. Ja, zondag maak ik principieel uit mijn religie geen huiswerk. Oh, dus oh ja. Daarom zondag is sowieso altijd vrij. Maar dan zit je natuurlijk wel in de kerk. Dus dat betekent niet ook dat je... Ook zeker geen huiswerk op zondag? Nee, nooit. Oh. Maar dan echt ook gewoon nooit. In toetsweek hebben mijn ouders wel eens gezegd, we zouden wel eens een oogje dicht willen knijpen dat je het alsnog doet. Maar dat heb ik volgens mij heb ik daar niet echt ooit gebruik van gemaakt. Wat doe je dan meestal? Ja, het is dat je meestal een rustdag. Maar wat is in jouw oog? Wat doe je dan meestal? Meestal zondag is het natuurlijk 's ochtends in de kerk, dan ben je ongeveer 12 uur weer thuis. En dan is het vaak opname van Mandalese Vrouw. Editing. Mag dat wel? Ja, opname mag wel, omdat het een hobby is. Oh, okay. Dus als ik er geld mee ga verdienen, wordt dat wel lastig inderdaad. Ja. Dus dan neem ik die serie op voor de woensdag daarna. En voor de woensdag 10 dagen later, dan edit ik de video van komende woensdag. En dan de avond moet ik nog met kinderen uit de kerk. Dan hebben we nog een avondprogramma. Oh, leuk. Die ik eventueel met een toetsweek als ze zeggen van... Ja, je moet gewoon een keer goed slapen voor je toets. Mag ik dat wel eens dat ze zeggen van... Dan hoef je een keer niet naar het avondprogramma. Maar meestal zit ik daar wel. En dan kom ik 10 uur 's avonds thuis. En dan meteen naar bed. Tuurlijk. 10 uur naar bed, ja. Ja, het slaan, hoe laat slaap jij? 10 uur ook. Ja, maar dan ondertussen... De nadeel, als je toch even het schoolsysteem hebt, als je het hebt over zo'n boek bijvoorbeeld, dit is toevallig Frans wat ik erbij heb gepakt. In de les is het heel veel dat er tegen je gepraat wordt en wordt uitgelegd, maar vervolgens echt het harde werken moet je thuis doen. En ik heb wel eens het gevoel, bij Frans is dat iets minder zo, maar... Ben je nu nog Frans? Ik heb nu nog Frans inderdaad. Maar ik heb wel eens het gevoel dat ik thuis een stuk effectiever mijn hele huiswerk en zo kan doen, dan ik op school doe. Dat is natuurlijk wel, ja, op school wordt het je wel voorgelegd. Dus als je daar oplet, heb ik het idee, hoef je thuis minder te doen. Maar het echte huiswerk maken en dat oefenen, dat kan ik niet inderdaad ook niet op school echt voor elkaar krijgen. Wel, gebruik jij flexuren nuttig? Ja, altijd. Ja, en dan schrijf je ook altijd in de docenten waar je vragen hebt. Ik heb niet zoveel vragen. Het is heel stom eigenlijk. Ik ben een beetje zo van dat ik niet heel graag vragen stel zo. Oh. Behalve als ik er echt niet uitkom. Maar meestal ga ik in antwoordenboekjes kijken of op internet kijken of dat soort dingen. Omdat ik gewoon geen zin heb om vragen te stellen. Oh, dat is wel vervelend. Want jij, wat doe jij in je flexuren? Niks? Ik probeer altijd hard te werken en dat doe ik ook meestal wel. Gewoon als ik in flexuren doe, kan ik thuis lekker... Gamen, lekker, Netflix, nou, ja. Dus dat soort dingen. Ik probeer het in de flexuur, dus ik gebruik mijn flexuur wel nuttig. Maar ik weet
En ik zie ook gewoon heel veel mensen dat niet nuttig gebruiken. Ik zie gewoon YouTube. Altijd. Game Brawl Stars wordt al geopend. Voor de mensen die het niet precies begrijpen, het vijfde uur op onze school is altijd een uur dat je jezelf mag inschrijven bij de docent die je ook zelf kiest. Hè? Je moet wel inschrijven. Ja, je moet wel inschrijven inderdaad. En dan een nadeel aan flexuur is, het valt nooit uit. Dus als je een keer een dag eigenlijk al je uren uitvallen voor een vakantie of voor een toetsweek of zo, dan moet je altijd voor dat vijf uur toch nog naar school komen. Wat heel nuttig gebruikt wordt door de meeste leerlingen. Ja, echt totaal niet. Ik heb wel eens dat gewoon iemand die ik heel lang niet gesproken heb, dan in een flexuur naast me komt zitten en dan weet je, hé Harme, zit jij hier ook? En dan heb ik wel eens dat ik iets minder doe in een flexuur. Maar meestal denk ik van ja, de tijd is best wel kostbaar of zo. Ja, dus hou je mond. Heb, ja, precies. Alleen ik wil ook nooit zo'n nerd zijn die dan zo, jongens, wees stil, probeer te werken. Ja, ik heb daar zo'n hekel aan als mensen dat doen. Dus dat doe ik zelf ook nooit, maar. Oh, dat doen we altijd. Ik kan me er wel vaker erger als mensen dat doen. Nee, grappig, dat doe ik ook niet. Ik sta ze meestal gewoon. Ja. Dus op zich, het nadeel is dat voor mij een week qua school best wel veel tijd kost. Ik heb mijn baan opgezegd. Per wat heb je op de baan gedaan? Kanten lopen, 3 jaar lang. En dat heb je opgezegd omdat school te veel, met school te veel werd? Ja, en omdat ze iets te weinig betaalden. Dat is te belangrijk, belangrijkste. Ik kreeg 2,88 per uur. Ik krijg bij de appie 5,50 euro. En meestal werk ik alleen op zondagen, dus dan is het 11 euro per uur. Ja, precies. Dus je krijgt ongeveer meer dan bijna 3 keer zoveel als ik. Ja. Dus daarom heb ik ook uiteindelijk gezegd van ja, dit gaan we even niet meer doen. En school, dat kostte gewoon tijd. En ik had nog wel eens dat ik er iets te veel in ging stressen in school. Van, oh, ik krijg het ook allemaal niet af en zo. Ja, heb ik ook. Ja, ik ben altijd echt iemand van structuur. Ik weet niet hoe jij bent. Ja, ik ook. Ik heb een strakke planning. En daar probeer ik me ook aan te houden, echt. En als ik het overzicht verlies, dan heb ik ook echt stress. Heb ik altijd om dezelfde tijd naar bed? Of? Meestal ga ik om 10 uur naar boven en dan zit ik dan op mijn telefoon. Maar wel gewoon probeer ik om 9:45 in bed te liggen. Ja, ik heb ook ongeveer hetzelfde, 10 uur boven, 9:45. Dat je wel licht en 10:30 sowieso licht uit en proberen te slapen in ieder geval. Ja, dan op Schotland, hè? Zat jij ook altijd te strijden om te slapen? Gewoon iedereen, sst. Ja, nee, maar dat was, echt, als er iets is wat ik erg vind, is als je op een zaal slaapt met mensen die geen keuze kunnen maken tussen of lol maken of slapen. Dat het de hele tijd is, oké, jongens, we gaan nu echt slapen. En dan iets later, ja, weet je nog, dit was leuk vandaag. En dat je dan opeens, als jij één woord erin zegt, oh ja, dat is best leuk. Harme, slapen. En dan denk ik van ja, als je een keuze maakt tussen slapen of niet slapen, dan slapen kan ik prima. En niet slapen kan ik ook prima. Alleen ben ik de volgende dag dan echt heel irritant, dan wil je mij niet meemaken. Oh. Maar ja, dus dat was vooral in Schotland zo. Ja, maar over het schoolsysteem weer even. Ja, ja, ja. Wat vind jij eigenlijk dat we nog moeten aangepast? Of ben je juist voor? Of vind jij het een goed systeem nu? Nee. De flexuren is ook iets. Het nadeel is, het systeem wat bij mij het best past, is niet het systeem wat bij de meeste mensen waarschijnlijk het best past. Omdat ik ook iemand ben die thuis hard kan werken, gestructureerd kan werken en zo. En ik snap ook dat er mensen zijn die daar meer moeite mee hebben. Maar als je vraagt wat voor mij het beste systeem is, dan is dat een systeem met zo min mogelijk begeleiding van de docent. En zoveel mogelijk zelf ermee bezig zijn. Ja, dus. Maar je wil wel natuurlijk uitleg van de docent. Nee. Je hebt gewoon een lokaal waar je kan werken. Ja. Waar ik kan. Thuis ook werken. Dus eigenlijk wil je gewoon niet naar school? Ja, maar als je zegt, ik wil niet naar school, dan is het zo dat iemand zegt, ja, je zou zeker de hele dag vrij zitten en met daar thuis willen zitten. Maar dat is ook niet zo. Ik kan thuis of in een bibliotheek of waar dan ook, kan ik heel geconcentreerd werken. Soms wel 4 uur lang achter elkaar, zonder een docent erbij. Maar jij vindt het dus, kijk, want wat eigenlijk mijn probleem is, kijk, bijvoorbeeld, nou, je is nu Frans, maar vooral bij wiskunde bijvoorbeeld, hè. Jij vindt het dus nuttig om, jij leert graag als je thuis bent ofzo, of doe je het omdat het nuttig is? Nou, doen omdat het nuttig is, omdat ik het graag af wil hebben. Ik heb een hekel aan achterlopen in de lessen en zo. En niet per se omdat ik een nerd ben, maar gewoon omdat als ik achterloop bij een les, dan begrijp ik het niet zo goed. Dan vind ik het verspilling van mijn tijd. En dan denk ik van, ja, maar als ik nu bij had gelopen, ik had zoveel nuttige dingen kunnen doen naar deze les. En gewoon, ja, hoe besteed je je tijd het best? Is voor mij best wel zo.
Ja, nou ja, maar kijk, wat ik meestal heb, ik vind het interessant als ik echt dingen heb waar je echt iets aan hebt, weet je wel. Kijk, Engels, dat heb je gewoon nodig. Nederlands, dat heb je gewoon nodig voor taal. Maar ja, wiskunde op zich ook, rekenvermogen, dat is natuurlijk wel nodig. Maar als je bijvoorbeeld een wiskundeformule krijgt, dat ben ik allemaal alweer lang vergeten, maar bijvoorbeeld met die plus b wortelkwadraat 2 keer a, weet je wel, die formule. Waar wil ik die ooit gaan gebruiken? Waar heb ik die ooit voor nodig? Ja, precies. Maar bij wiskunde is het natuurlijk ook heel erg dat je leert in dingen leren waar je niet zelf nog heel erg bekend mee bent en zo. Ja. En ja, een beetje hoofdrekenen, wiskunde en zo is niet per se altijd verkeerd of zo. Nee, maar ook bijvoorbeeld, kijk, ik snap dat het nuttig is, nou, dat je weet wat er gebeurd is in de toekomst, dat je dat kan voorkomen. Maar bijvoorbeeld, heb jij nog geschiedenis? Jij hebt nog geschiedenis, hè? Nou, ik heb geschiedenis gelijk ben ik ermee gestopt toen dat kon. Helaas moet ik dat nog wel een toets voor maken als ik de Pabo wil doen. Maar ja, dat zien we dan wel weer. Maar geschiedenis, ik vond het altijd zo nutteloos om te leren over de mensen die dood zijn, weet je. Die zijn al lang dood. Wat zou ik dan nog... Ja, wat boeit dat? Wat heb ik daaraan? Ja, al denk ik altijd in de maatschappij, je hebt best wel vaak dat je gesprekken hebt over dingen en zo en met mensen gaat praten. En laatst keek ik toevallig een andere podcast van YouTubers. Hele bekende YouTubers in Nederland. Don Gay Meneer. En Emra, die deden samen een podcast, zegt Emra opeens, oh ja, die gladiatorengevechten, wou ik er nog even over hebben. Dat was in het jaar 1700 nog, hè? Wist je dat? En dan denk ik van, ja, ik snap dat jij geschiedenis heel onnuttig vindt, maar als je denkt dat gladiatorengevechten in 1700 nog waren, dan is er toch iets dat je denkt van, het was wel nuttig geweest als je dat tenminste nog had geweten. Dan kan je dus een diss track over schrijven, waar we net over hadden. Ja. Nee, maar ja, dat is natuurlijk wel nuttig. Maar ik zie het nuttig niet van in dat ik weet wanneer... ik weet echt niks van geschiedenis. Wanneer bijvoorbeeld de Chernobyl geweest is. Weet je, waarom zou ik dat moeten weten? Ja, exact, exact. Maar dat begrijp ik ook wel. Zo, dan zet ik hem iets meer op jou. Ja. Maar het is meer dat... Een beetje op school, je leert natuurlijk ook vooral de basiskennis. Als jij uiteindelijk zegt, ik word basisschoolleraar. Ja, dan moet je veel verdiepen. Dan zijn er dingen die je nodig hebt uiteindelijk. En dingen die je niet nodig gaat hebben. En dat weet ik ook. En dat begrijpt volgens mij iedereen ook. Maar op zich, om een beetje in alles van basiskennis te krijgen, is niet heel verkeerd, lijkt me. Nee, dat zeker niet. Maar er zijn dingen die ik vind dat ik dat niet hoef, dat gewoon niet nuttig is. Dus snap ik niet het nut daarvan. Waarom ik dat leer? Ja, maar dat is bij iedereen zo. Daarom heb ik natuurkunde en scheikunde eruit gegooid. Dat vind ik nou gewoon. Natuurkunde, dat heb je echt. Kan je alles mee verklaren. En dit is dus precies wat ik bedoel met waarom school nuttig is. De een die zegt, oh, geschiedenis een hekel, ik gooi het er zo snel mogelijk uit. En de ander die zegt, nee, maar geschiedenis, het is allemaal een beetje basiskennis. Ik kan gewoon bijvoorbeeld. Ik kan gewoon zo voorspellen, als je de krachten weet. Wanneer je de grond raakt, je kan de snelheid, alles berekenen. Dat is toch juist wat je wil. En hoe vaak in je leven ga je dat echt gebruiken? Wanneer jij een auto bouwt of zo, wil jij weten wat de remkracht is, wanneer die tot stilstand komt, dat heb je nou echt nodig. Wat wil je met geschiedenis gaan doen? Geschiedenisleraar worden? Basisschoolleraar worden? Ja, nou, dan leer je dus weer leerlingen die dan ook geschiedenisleraar willen worden. Dat is het enige nut ervan dan. Op zich is het wel echt even... Ja, ik moest er even over nadenken, ja. Maar... Als geschiedenisleraar leer je mensen eigenlijk, geschiedenis om geschiedenis... Je houdt dus eigenlijk gewoon de geschiedenis in stand. Ja, eigenlijk, je kan het net zo goed... Eigenlijk zouden we gewoon alles in een boek moeten opschrijven. En dat leggen we in een kluis. En dan hoeft het geschiedenisvak niet meer te bestaan. Ja, maar... Nu doen we het gewoon in jouw hoofd. En jouw hoofd speelt het weer door naar... De volgende generatie. Ja, maar toch zijn er altijd mensen die zeggen het is belangrijk dat we geschiedenis niet vergeten en al dat soort dingen. Toch? Ja, maar ik zie dit daar niet van in. Maar dat je weet wat voor erge dingen of leuke dingen er gebeurd zijn. En dat je weet wie dat moet voorkomen of niet moet voorkomen. Maar daar hoef ik het jaartal toch niet te weten. Wanneer begon de Tweede Wereldoorlog? 1945. Dat is goed! Nee, daar eindigde het. Oh, 1938. 1939. Oh ja. Kijk, dit bedoel ik nou met die basiskennis die belangrijk is. Maar wat heb ik hier aan? Wanneer het begint? Op zich was het handig om te weten hoe lang het geleden is en dat soort dingen. Ja, oké. Okay, nou, een beetje basiskennis. Ja, oké. Okay, basiskennis, dat is nuttig. Maar het vak geschiedenis zie ik het nut niet van.
Nou, op zich, je hebt altijd belangrijk... Maar snap je mijn punt? Ja, ik snap je punt heel goed. Ja, oké. Dat je zegt van... Maar nog steeds over die basiskennis. Als jij zegt, ik vind geschiedenis onnuttig, prima. Dan heb je het net 3 jaar gehad. Tot je het uit je pakket hebt gemieterd. Ja. Maar dan heb je tenminste die basis, heb je geleerd. Ben ik al vergeten. Dat heb ik meestal. Als ik gewoon iets... Als ik woordjes leer en daarna kijk ik ze eventjes zo van... Nou, dat weet ik echt niet meer. Dat ben ik allemaal vergeten. Als ik nu... natuurlijk, als ik het hoofdstuk 2... Of nee, als ik HAVO 2 terug zou kijken, zou ik daar het meeste van weten. Want dat hebben wij allemaal verder ontwikkeld. Mm-hmm. Maar als ik nu bijvoorbeeld de woordjes pak van de eerste periode, zou ik die niet meer weten. Jij wel? Ja. Ja? Ik heb urenlang gestudeerd op die krengen. Ik haalde 9,3 voor de toets. Ik had een 6. Ja, precies. Afgerond. Nee? Ja. Af 5,6? 5,7. Maar dan... Uiteindelijk, als jij... Het idee van het vak Engels is dat je Engels leert. Dat snap ik. Dat vind ik heel nuttig, Engels. Jij vindt Engels een nuttig vak. En Frans? Dat heb je eruit gemieterd. Wat? Ik ga niet naar Frankrijk om daar gezegd te praten. Ik heb Duits gekozen. En dat heb ik gekozen omdat ik eventueel VWO wil doen. Maar daar zie ik er nu ook niet meer van in. Want het liefst zou ik daar nu mee stoppen. Maar ik denk niet dat mevrouw van Brude dat een goed idee vindt. Want ik ben nu al heel ver. En, Dat is ook heel nuttig voor je examen, hè? Daar krijg je compensatiepunt van. Van? Duits? Ja, als jij in één vak extra examen doet, dan heb je dat als je bijvoorbeeld een vak zoals... Wat heb je nog meer? Natuurkunde heb jij. Ik heb NT. Ja, als je natuurkunde hebt en daar haal je een 5 voor, maar dat is eigenlijk al een 5 te veel, want je hebt nog veel meer 5 gehaald. Je mag 2 5 halen en natuurkunde is je derde 5, maar je haalt voor Duits wel een 7. Dan zegt ze, maar dat maakt niet uit dat je voor natuurkunde die 5 had, want doordat je een extra vak hebt gedaan, mag je toch gewoon door. Nou, wat ik meer heb, als ik het nu niet haal, Duits, als ik zelf haal 4,9, mag ik het gewoon uitgooien en dan sla ik alsnog. Ja. Slaag ik alsnog. Ja. Dus dat is wel het voordeel. Maar jij hebt Duits omdat je vaak... Waar ga je vaak op heen op vakantie? Oostenrijk, daar spreken ze ook Duits. Oostenrijk is je favoriete vakantieland? Daar ga ik het meest heen. Ik zeg, ja, ik ben nooit zo... Ik ben meestal iemand die terugkeert naar een plek als het daar mooi is, weet je wel. Ik ben niet iemand die alle plekken van de wereld al heeft gezien. Meestal ga ik naar Oostenrijk, naar de bergen of naar dat soort landen, weet je wel. Gewoon met veel bergen. Ik ben nog nooit... Dat ik wel deze vakantie ga doen. Maar ik ben nog nooit naar een zon-zee-vakantie geweest. Met zo'n all-inclusive hotel waar je dan lekker in zit. En heb ik nog nooit gedaan. Jij wel? Nee, ik vond mij ook niet. Ik zat heel even te denken inderdaad. Maar waarom ging je dan naar Schotland? Schotland, dat vond ik... Ik weet niet. Dat sprak mij meer aan dan... Kijk, Barcelona, daar kom je zelf echt nog wel een keer. Dat, als je daar niet komt, dan doe je iets fout in je leven. Londen en Parijs had ik hetzelfde mee. Ierland, dat was voor mij eigenlijk waar ik het liefst heen wil, maar dat was eigenlijk hetzelfde als Schotland. Ik denk uiteindelijk dat Schotland leuker was dan Ierland. Ja, Ierland is meteen weer afgeschaft, hè? Wist je dat? Nee, waarom? Die hebben ze er gewoon meteen weer uitgegooid. Bleek geen leuke reis te zijn. Oh, nou, dan hebben wij de perfecte reis gekozen. Nee, ja. De andere reizen waren nog Oostenrijk, nou, sporten. Daar ga ik natuurlijk al heen. Schotland had ik nog nooit gezien, trouwens. Ik ook nog nooit. En ik had 4 keuzes en Schotland was mijn laatste keus. Maar uiteindelijk ben ik gekomen en ben ik heel blij dat ik dat heb gedaan. Want daar heb ik jou leren ontmoeten. Nee, dat is gewoon ook heel leuk. Ja, dat was super leuk. Was super leuk, zeker. Kun je allemaal terugkijken, hè, trouwens? Ja, alle 9. Nee, daar. Nee, hier. Ik zweer, het staat hier. Nee, het staat echt daar. Het staat hier. Laat maar in de reacties hieronder weten waar het staat. Het staat daar. Nee, grap. Oké, maar... Nee, want als het daar... Nou ja, dan gaan we nu niet over. Jullie kunnen ze allemaal terugkijken in ieder geval. Zeker. Maar daarom snap ik ook wel dat je Schotland hebt gekozen. Het was ook zo'n leuke reis. Ik heb echt genoten toen. Ik mag volgend jaar weer op stedenreis gaan. Dus we moeten nog even kijken waar ik volgend jaar... Schotland weer, toch? Denk ik niet. Weer met meneer Wolters. Ja, die moet ik ook nog een keer uitnodigen voor het podcast eigenlijk. Denk je dat die gaat komen? Nou, hij is ook in de vlogs geweest, hè. Hij heeft een eigen Instagram-account voor de leerlingen van het Cornelius. Die staat hier. Nee, die staat daar helemaal niet. Oh. Ook al zou het daar het ietsje staan, die daar staat, dan zou ik die er niet in zijn. Nee, maar die heeft, het is grappig, echt geen enkele docent heeft een Instagram-account wat leerlingen mogen volgen, behalve meneer Wolters. Maar die heeft het met 3 anderen. Ja. Maar ja, nog steeds grappig. Engels docent, hè, ook nutteloos. Maar over docenten, want dat had jij ook nog iets, toch? Wat
docenten waar die... waar docenten? Is die eigenlijk het nut? Wat vind jij dat docenten eigenlijk allemaal moeten in kunnen in de middelbare? Wat daar... Ja, je moet natuurlijk je vak kunnen. Ik vind altijd, als je echt docenten hebt die er gewoon eigenlijk niks van bakken, of die het eigenlijk minder goed kunnen dan de beste leerling, dan denk ik altijd, ja, maar wat is precies jouw taak dan? Waarom zit jij hier überhaupt? Kun jij een voorbeeld geven? Oh, nee, wacht. Ja, die gaan we... Nou, dat bliepen we wel, maar... Nee, dan moet ik heel veel dat 8 uur renderen. Dat kunnen we niet. Ik kan het zo even opschrijven, inderdaad. Dat krijgen jullie nooit te weten. Dat staat hier in het i'tje. Dat staat daar helemaal maar... Heb jij zelf een docent die jij vond dat die echt gewoon... eigenlijk de bal snapte van het vak? Of mag wel zeggen, toch? Ja, ik heb best wel docenten waarvan ik eens denk van... waarom geef jij precies les? Want als je... Er zijn natuurlijk heel veel docenten die hebben lol in hun werk, hè? En dat vind ik goed. Ik ga ook lol hebben. Als er docenten zijn die zeggen, ik vind het echt leuk om kinderen les te geven, zo, dan denk ik, ik support dat alleen maar. Maar op middelbare school, daar hangt echt heel veel van af. Maar er zijn wel dan docenten waarvan ik dan denk, nou, je vindt het heel leuk, maar heb je dit gestudeerd? Of waarom precies dit vak? En waarom dit en waarom dat? En dan denk ik van, ja, als je had ook zoveel anders kunnen doen. Als je Engels docent bent, kun je ook lesgeven op een ambassade of iets in die richting. En je kan andere mensen helpen met heel veel vakken. En niet hard voorlezen, maar even dat je het weet. Het is echt zo, ja. Dat is heel naar voor hun, maar sorry voor jullie. Ik zal het hieronder in de reacties neerzetten. Maar... Dat mag niet. Dat mag ook niet. Maar ik heb altijd wel respect voor docenten die hun best doen en zo. Maar de overheid geeft docenten heel veel taken. Ik heb bijvoorbeeld laatst gelezen, als een leerling radicaliseert. Dus als een leerling zegt dat hij andere mensen van het leven wil beroven omdat hij zijn eigen ideaal belangrijker vindt. Dan moet een docent dat gaan aangeven. Als een leerling thuis geslagen wordt of mishandeld wordt, dan is het ook een docent die dan moet zeggen, ja, ik heb echt het gevoel dat... Die docent. Ik had hier een keer had ik gelogeerd bij een vriend. En die had een kat. Dus mijn hele arm zat zo eronder. Want die had s'nachts, zat hij ook op mijn logeerbed. Dus die heeft gewoon zitten krabben s'nachts. En ik werd daar niet wakker van. Dus ik kom de volgende dag op school. Met echt een halve arm vol krassen. En dan meteen echt 3 docenten die tegen me zeiden. Heb jij een kat of heb je het zelf zitten doen? En dan denk ik altijd van, jij hebt best wel zware verantwoordelijkheden. Als docent om te zorgen dat de leerlingen het fijn hebben. Ik denk ook dat dat een van de redenen is waarom de docenten, zeg maar, vinden dat zij, ja, gewoon... meer betaald moeten krijgen. Ja, gewoon door hun taken. En ook gewoon dat zij met zoveel dingen rekening moeten houden. Dat ik denk dat dat wel een van de belangrijke dingen is. Ja, precies. Redenens, ja. En dan snap ik ook dat docenten in het basisonderwijs, die natuurlijk dezelfde dingen moeten doen, dat die ook wel eens denken van, ja, maar dit maakt het moeilijk voor mij om voor zo minder geld toch dit allemaal te doen voor het kind. En daarom vind ik dat onderwijzers in ieder geval wel meer betaald mogen krijgen. Ja? Ja, jij niet? En wat vind jij dan een redelijke toeslag? Of gewoon hetzelfde? Nou, een beetje een dokter die geneest mensen. Nou, het ligt ook gewoon wat ik over het algemeen... volgens mij is dat, geldt dat zo, hoe meer risico of hoe meer... gewoon... risico jij in handen hebt, bij een dokter heel veel risico, als hij het fout doet, kan hij gewoon iemand doodmaken. Ja, maar ja. En als een pabo-docent iets fout doet, weet je, wat dat boeit, dat... Dan heb je 30 leerlingen die... Dan heb jij 30 leerlingen die geen toekomst hebben, maar dat komt nooit naar voren, denk ik, toch? 30 leerlingen die geen toekomst hebben, dat klinkt wel heel zwaar. 30 leerlingen zonder toekomst, dan, ik weet niet wat je dan hebt misgedaan. En in mijn hele leven heb verteld dat 1 plus 1 3 is of zo. Nee, ik weet natuurlijk altijd dat jij dat grap bedoelt, dus dan is het niet zo erg. Maar alsnog, ik vind als dokter genees je mensen. Ja. Als docent geef je les aan mensen, je leert ze heel veel. Ik vind dat die inkomens best wel gelijk mogen liggen. En ik weet natuurlijk dat kost de normale... Nederlander weer meer geld, belastingen en dat soort dingen. Daarom ben ik ook zo links altijd. Dat zeggen jullie ook altijd als kijkers. Maar ja, ik denk dat... Ik schrijf rechts. Ik laat even stilte vallen voor deze hele slechte grap. Nee. Je weet dat links en rechts politieke stromingen en dat soort dingen.
volgens mij heb ik het ooit van... Ja, heb je eigen politieke partij moeten oprichten voor maatschappijleer? Heb je dat moeten doen? Ja, die praktische opdracht. Ik... Daar stond letterlijk in, is jouw partij links of rechts? Ik had opgeschreven dat ik rechts was. Ja, weet je wat dat betekent? Nee, ik ga. Rechts is toch... dat je iets van de overheid, dat je het wil behouden of zo, dat het zo goed is. En links wil zoveel mogelijk aanpak van de politiek of zo. Ja. Dat is het enige wat ik heb opgestoken. Ik had zeg maar, en eerst van een kwartaal had ik een bepaalde docent. En daarna had ik een andere bepaalde docent. En dat was meer een soort zondag met Lubach. Ja, ik denk precies te weten. Dat was gewoon, hij maakte iedereen belachelijk en je zat daar... Links is vooral dat de overheid heel veel zegt van, ja, we moeten mensen betalen, meer geld naar die en zorg dat iedereen blijft leven. Je mag niet zeggen dat mensen hun leven willen beëindigen en dat soort dingen, dat mag allemaal niet, want mensen moeten gewoon meer plezier hebben in het leven en dat. En rechts is veel meer van, nou, iemand die rijk is, die zal er wel hard voor gewerkt hebben. Dan gaan we niet zeggen dat die 50% van hun geld moeten betalen aan de belasting en de rest maar 30%. Nee, want de rijken, die moeten hun geld gewoon behouden, ze hebben niet voor niks. Ja, tjongjongjongepoei. En dat is dus een beetje verschil tussen links en rechts. Ja, ik heb ook niks hierop van opgestoken, want ik vind het niet zo interessant. Ja, maar... Je... Waar? Ik zou het wel even terugkijken. Ja, nee, maar... ga je later stemmen? Ja, tuurlijk. Voor de partij die het beste van de Pabo wil. Ja, en denk je dat dat een linkse partij of een rechtse partij is? Ik denk links. Goed zo. Nou, heb je tenminste iets opgestoken, Thijs? Wilde gok, hè, want ik ben rechts, dus dan zou het wel. Ik ben heel blij dat jij mijn gast wilde zijn vandaag. Ik ook. Mooi. Kut, nu moet ik echt niet gaan knippen. Oh, wat heb ik een hekel aan jou. Oh, ik heb zo'n hekel. Oh, je bent zo erg. Ik heb mijn halve weekend nu aan editing afgenomen, dankjewel. Echt? Ja. Waarom? Dit kost 18 uur renderen. Maar dan hoef jij toch niet bij te zitten? Jawel. Oh. Oké, maar moet ik nu nog iets serieus zeggen? Nee, het is goed geweest. Nee, het is echt goed geweest. Nee, heel erg bedankt dat je mijn gast was. Heel erg bedankt. En voor de gast in de vlogs van Schotland. En dan zie ik je weer heel snel op school. En dan wil ik jullie, de kijkers, en Thijs wil jullie ook heel erg bedanken voor het kijken naar... Mijn Instagram staat hier. Dat heb je nu al verspeeld. In de beschrijving heel misschien. Ergens helemaal onderaan of zo. Helemaal verstopt. En dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer bij de volgende podcast. Tot ziens! En zeker abonneren, hè?